Lieve VVD'ers, we kunnen het zo regelen dat u niet hoeft mee te regeren. En dan kunt u net zo conservatief zijn als u wil, waar u woont, in Koevoorde, weet ik veel wat voor, voor provinciale plaatsen waar u zich precies ophoudt. Maar als u wil regeren, ja, dan zult u, zult u moeten leven met een coalitiekabinet wat niet alleen maar doet wat u gaande zou wensen. Als u daar nou eens over na zou denken, wat dan? Met volsum, kunt u mij horen? We hebben wel een keer ergens uh, samen zitten dineren de hele tijd. Ja, dat kwam dat we in Zuid-Limburg waren. <laughs> ja. Dat was eigenlijk buitenland, dus dan moesten we wel even... Een ja, heel anders, klein tortaartje hadden we daar. Anders kreeg, ja, anders kreeg je, ja, anders kreeg je langdurig helemaal geen eten, nee. toch? Klopt, op Sint-Gerlach was dat. Ja. Ja, ja, die rit was alleen al 2,5 uur volgens mij. Dat klopt. Ja, dan moesten we ook nog terug. Ik vond dat wel tegenvallen, dat uh, diner toen. Dat was een heel klein dingetje, hadden we. Totaal vergeten. totaal vergeten. Ja. Ik weet nog waar het over ging en dat we Michiel Vos hadden op zo'n scherm ja. uit Amerika. Ja, dat weet ik allemaal nog, maar wat, wat dat we eten rijden bij, dat ben ik vergeten. Ik had Michiel Vos trouwens van de week aan de lijn, die belde mij en die zei: Ik heb een fantastisch leuk gesprek met, uh, met Maarten gehad na afloop van de slimste. Hij zei: Toen hebben we nog even zitten napraten en toen vertelde hij dat hij uh, zijn zoontje mee had genomen en uh, hij zei: Die zoon die vond, die vond jou fantastisch. Ja. Want hij zei, die Maarten die is zo heerlijk kritisch op Amerika. Sterker nog, hij is heel negatief over Amerika. En schijnbaar vond hij dat, hij, zij vinden dat ook. Dus ze vinden het heerlijk dat iemand dat eens dus een keer. Ja, vertelt. want je weet, hij is geparenteerd aan Nancy Pelosi. Dus je begrijpt wel dat die, Ja, die is natuurlijk ook heel kritisch op ja. de Verenigde Staten. En uh, ja, met name op het Trump-fenomeen natuurlijk. En iedereen leeft natuurlijk in doodsnood dat Trump terugkeert. Althans, in die kringen leeft iedereen in doodsnood dat Trump terugkeert. En het ziet ernaar uit. Als je naar de voorspellingen kijkt voor aanstaande november, dan ziet, ziet het er lang niet zo slecht uit als een half jaar geleden. Een half jaar geleden dachten we echt dat er een Republikeinse tsunami overheen zou slaan, maar dat is nu niet zo. Nu wordt er rekening mee gehouden dat er een goede kans is dat de Senaat in handen van de Democraten blijft. Voor een niet onbelangrijk gedeelte, omdat Trump-kandidaten zo knettergek zijn dat ze minder kans hebben dan verstandige kandidaten. Of meer verstandige kandidaten. Maar het huis dat ziet er nog steeds heel beroerd uit. Dat, eh, vooral omdat daar weer een nieuwe gerrymandering heeft plaatsgevonden. Dat, eh, althans volgens 538, dat is zo'n bekende site. Kan iedereen over zelf. Diept u even in, 538. Liefst in letters, want anders krijg je 538. Dat schijnt ook een <laughs> Nederlandse radiozender te zijn. Ja, ja, ik denk, god, hoe kom ik van die radiozender af? Die wou ook natuurlijk helemaal niet hebben. Dus je kunt beter in type 538. Dan krijg je automatisch <laughs> die Amerikaanse site. Dat is een hele goede site. Het dat hij bij alle totale verrassingen in de Amerikaanse politiek, met name de winst van Trump natuurlijk, het ook bij het verkeerde eind had. Weliswaar hadden ze een hele ingewikkelde redenering om te laten zien dat het eigenlijk wel meeviel met... Het, met met hun voorspellingen. Maar nee, de winst van Trump, natuurlijk, in 2016. Dat was wel een, een daverende klap. Maar Trump schijnt nu voor de Republikeinen. met de midtermse campagne te maken. Ja, nee, te goed. De campagne is begonnen, natuurlijk. Biden heeft ook flink van zich laten horen. Die ja. heeft een redenvoering gehouden. Terecht. De reden voor een heel terechte redenvoering. Dat natuurlijk de Trumpianisten. De Trumpers, weet ik hoe je ze precies wil noemen, dat die natuurlijk ja, een bedreiging zijn voor de democratie, de traditionele Amerikaanse democratie. Daarin heeft hij volkomen gelijk. Ja, het zit er natuurlijk ook bij, die polarisatie wordt alleen maar erger en erger. Eh, de economist had een prima stuk over de polarisatie, waar ze aandacht voegen voor het feit dat, ja, want er zijn natuurlijk allerlei mensen die zijn zo bezorgd, die denken, ah, oh, dan komt een burgeroorlog in de Verenigde Staten. Als je denkt dat er dat à la Spaanse burgeroorlog of dat zo, dat, daar ziet het naar mijn idee niet naar uit. Van Huis heeft dat ook nog ergens groepen de afgelopen dagen. Van ah, ja, dat hij ja, bezorgd is, daar kan ik allemaal heb ik alle begrip van de wereld voor. Maar dat een burgeroorlog, dan moet je of specificeren hoe dat er dan eventueel uit zou zien. Het probleem met de Verenigde Staten is dat het een heel groot land is, niet waar, wat heel divers is, en bovendien bestaat het 50 staten. Een heel andere dreiging is dat die verschillende staten heel verschillend beleid voeren en dat je daardoor, als, er, als het al helemaal mis zou gaan, daar slaat ook een deskundige op dat punt even aan het woord, moet je meer denken aan een steeds grotere kloof tussen de verschillende staten en het beleid wat die staten voeren. Ja, laten we zeggen tussen hele progressieve staten zoals Californië en hele conservatieve staten zoals zegt Texas. Dat is veel waarschijnlijker. Hè, dat, dat, die, dat die uit elkaar zullen drijven. Dat je ook secession, dat is afscheiding. Ook waarschijnlijk weer niet in de zin dat ze een andere vlag kiezen of zo. Maar dat die, die onderscheiden tussen die staten zo groot worden, dat ook de Verenigde Staten in toenemende mate niet meer functioneren als een economische, sociaal-economische eenheid. Dat, dat is een mogelijkheid die bestaat. Je ziet hoe verschillend het beleid is in de verschillende staten, dat is wel opmerkelijk. En daar zit je natuurlijk met het probleem dat drie van die staten, in casu Texas, New York en Californië, dat zijn staten met zoveel inwoners dat je ze goed kunt vergelijken met middelgrote Europese naties. Ik geloof dat Californië. En als je het los zou knippen, of stem voor dat het zou besluiten, jongens, we kunnen echt niet door met die Verenigde Staten, wij worden een zelfstandige staat. Dan staan ze nog in de top 10 van de meest productieve industrieel, meest productieve naties ter wereld. Dus het is geen kattenpis. Nou ja, als die verschillen bijvoorbeeld tussen die drie grote... Je hebt natuurlijk ook een heleboel piepkleine staatjes en die zullen, zeg maar praktische overwegingen natuurlijk uh, wellicht anders gedragen. Maar vooral de verschillen tussen die grote staten, neem Californië, Texas, die zijn enorm toegenomen. Waarbij ze ook de een al wetgeving heeft die schijkt richt tegen de wetgeving van de ander. He, Californië heeft natuurlijk nu ook besloten in, vanaf 2035 geen eh, auto's meer met, met eh, brandstof, fossiele brandstofmotoren eh, te verkopen. Eh, Californië is meestal de trendsetter op dit punt, ook in de tijd met emissie eh, van, van motoren en zo. Dus ja, dat, dat betekent voor de grote autofabrikanten, het is ook de grootste automarkt van de Verenigde Staten. Dat zal Californië nu aan inwoners hebben, 7, 38 miljoen of zo. Nou ja, tel uit je winst. Uh, dus ja, dat, 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 dat is eigenlijk in de zin dat je, dat het een leger van republikeinen slaast maakt met een leger van democraten in de heuvels van Wyoming. Dat, 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 zo moet je niet denken, in die termen moet je niet denken. Maar dat de verschillen tussen de staten zo groot worden dat het in feite een, een hinderpaal is, een rem is op het functioneren van de natie als geheel, dat is niet uitgesloten. Dat ik zeg nog niet dat dat gaat gebeuren, dat zegt die deskundige ook niet. Die zegt van nou ja, die had er een boek over geschreven. Die zegt van ja, ik had achter dat vroeger volstrekt onmogelijk. Nu denk ik ook niet dat het zal gebeuren, dat er tenslotte wel eens een soort crisispunt zal ontstaan waarbij men toch zal besluiten. Eh, anders te, te handelen dan tot op heden. Maar ik sluit het niet meer uit. Dus, de, dus burgeroorlog is geen. Je kunt veel beter denken in termen van een steeds toenemende verschillen tussen de verschillende staten. En Biden probeert met die toespraak natuurlijk ook een beetje de, de republikeinen die twijfelen over Trump om die voor zich te willen. Er is willen. natuurlijk een betrekkelijk grote groep van republikeinen die wel van Trump af zou willen, eh, die natuurlijk ook wel begrijpen. Ergens onder hun navel dat er gelul dat hij de verkiezing heeft gewonnen. Ik begrijp ook niet dat er in Nederland nog mensen zijn die, die Trumpiaans denken, want het is zulke kletskoe. Kijk, een man die tegen alle evidente bewijzen in beweert dat hij de verkiezing heeft gewonnen, ook nog een, een ruime jaar na die verkiezing, wat zeg ik bijna, bijna twee jaar na die verkiezingen. Dat is een levend uh, gevaar voor de bestaande democratie, want je delegitimeert daarmee in feite. De hele democratische gang van zaken in de Verenigde Staten. Waartegen in, in 2020 geen enkel bezwaar was. Al die rechtszaken hebben ze verloren. Er is nooit enig schijn van het bewijs geweest. dat dat Trump belazend zou zijn. of dat Biden echt niet gewonnen zou hebben. Maar denk je dat Biden effect heeft met die toespraak? Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Biden staat er beter voor dan wij vijf maanden geleden dachten. Nou ja, wij, wij ik weet niet. dachten wij eigenlijk iets vijf maanden. Nou ja. We hebben meerdere malen gezegd dat dat behoerd uitzag. Nou, het staat er voor het huis nog steeds behoerd voor. Als we 538 mogen geloven. En voor de senaat staat dat er verrassend. Moet je ook enorm mee uitkijken. Hè? Keep your fingers crossed. Maar voor de senaat ziet het er beter uit. Nou, jij zei toen je in Amerika was, toen heb je dit voor het eerst gezegd. Want het staat er helemaal niet zo slecht voor voor de Nee, democraten. dat viel wel mee. Vooral ja. omdat natuurlijk op het punt van wetgeving een aantal uh, serieuze dingen geproduceerd zijn. En natuurlijk is in de inflatie wel nog steeds hoog, is, maar de brandstofprijs, begreep ik, is fors gedaald. Je weet, de prijs van benzine... Ik weet niet, denk jij wel eens na over de benzineprijs of nee, niet? Nee, nee. nee, ik ook niet. Maar in Amerika is dat alles. De benzineprijs is alles. Nou ja, het probleem is, ik heb toch ook verteld van die dino-cowboy. Ik denk, ik zal eens vragen wat hij gestemd ja, heeft. Waar je mee in die bus zat. Ja, hij had Trump gestemd. Dat was een total idiot, Trump. Maar ja, zei hij, die well, other guy, namelijk Joe Biden, is an enemy of the nation. Kijk, dat, dat is wat... Ja, je moet de luid, die Trump, een idiot, die ook... Ja, die, die man was, hij had zijn gezonde verstand Wat bij elkaar ten aanzien van Trump. Die begreep ook wat die Trump niet goed snik is. Maar als je denkt dat de andere partij in feite de vijand is van je eigen natie, ja, dan zit je wel met een probleem. Ja. Ja. Nou was dit in het hart van Wyoming, dus misschien. Dat is natuurlijk ook de meest republikeinse staat ever. Maar cruciaal is natuurlijk die uitkomsten van die onderzoeken die nu lopen nog naar Trump. Hè? Als die daar natuurlijk slecht uitkomt, dat kan die niet goed gebeuren. Dat gebruiken. blijkt geen enkele invloed te hebben op de Trumpianen. 0,0. Die zeggen gewoon, that's de deep state. Het eh, is allemaal pesterij, stelt ah, allemaal okay. niks voor. Maar dat zijn de die-hards, maar die, die twijfelende republikeinen, die kunnen dan zeggen, kijk, zie ja, je wel. niemand weet hoeveel dat er zijn en hoe erg ze twijfelen. Maar nou, we zien, we moeten het afwachten. He? Ja. Is het ook weer? De eerste dinsdag na de eerste maandag in november, zoiets. Nou, oh, dat is een regel. rare regeling okay. in ieder geval. Ja. Hey, en uh, wat ik nog begreep is dat ze dus bij die verhoren ook voor het eerst plaatjes ook echt hebben laten zien. om het wat spectaculairder te maken. om meer Amerikanen te bereiken. Het was heel indrukwekkend. Die commissie heeft enorm indrukwekkend werk gedaan. Maar ja, dat is allemaal preken voor eigen parochie. Hè? Ik neem aan als ik een lezing hou in de landen. dat er ook geen mensen komen die vervente PVV-liefhebbers zijn. Hè? Of die altijd naar de familie Mijland kijken. of nou, we kunnen een hele reeks van dingen verzinnen. Je preekt altijd voor eigen parochie. Ja. Of we kijken naar dingen. Er worden ook vragen gesteld over het interview van uh, Nick en Simon. Of met Nick en Simon. <laughs> dat Maarten heb, dat gevolgd dat, heeft. Nee, dat heb ik niet gevolgd. Nee. De scheiding van Nick en, Nick en Simon die je niet kon missen in Nederland heeft, interesseert mij. Zal ik het zo nadrukkelijk mogelijk proberen te zeggen? Helemaal niets. Nul. Zero. Nul, nul, nul. Wat mij betreft, doen ze alles weer terug. Het kan me echt geen klap schelen. Het kan me niets schelen. De NRC schrijft hij daar eigenlijk over? Geen idee. Heb je het gezien in de krant? Nick en Simon nieuws. Niet in de krant. Nee, oké, okay, dan hebben zij het ook niet geschreven. Ik heb het in de krant niet gezien. Ik heb dit natuurlijk allemaal op die stomme tv gezien die bovendien begreep ik van mijn vrouw begonnen is met min of meer eindeloze uitzendingen van Nick en Simon uit te zenden. Z jouw vrouw is wel fan. Helemaal niet. Oh. Ja, ik geloof het niet, ik heb het er niet gevraagd, maar ik dacht het niet, nee. Nee, nee oké. Okay. Dus dat heb je helemaal niet gevolgd, nee. Nou ja, um, hoe kwamen we hier nou op? Oh ja, we, we zijn... Ik heb geen idee. Toen had ik het inderdaad over het kabinet, dat best wel een goede week had. En toen kwamen we inderdaad... Zonder meer. Dus ze hebben eindelijk ja, hebben een goede week ze eindelijk gedaan wat kabinetten moeten doen. Namelijk beleid voeren. Ja, we hebben het natuurlijk vorige week al gehad over, over ter Appel. Dat vond ik nou bepaald niet indrukwekkend. Hè. Bovendien is, die, is dat uitstel van hereniging, dat is een strijd met de wet. Dus of met ieder met internationale verdragen. Dus die gezinnen is, dat, bedoel je? Dat willen ze ja, niet dat, gaat, gaat, dat gaat dat is allemaal een beetje voor de buren gedaan. Dat gaat ook niet gebeuren. Zodra dat voor een rechter wordt gebracht, zegt die van nou ja, er zijn toch wel in de achterban van D66 en volgens mij ook ChristenUnie eh, en ook CDA zijn er gezegd. Jongens, kom het maar eens even uitleggen. Dus die hebben binnenkort allemaal van die bijeenkomsten. Ja, en dan zal het misschien, kijk als Hoekstra mag zeggen, dat het stikstofprobleem eigenlijk best uitgesteld kan worden. Ja, dan weet ik het ook niet precies, dan kan er van alles. Zo blijf je uitstellen. Kijk, de meeste van de problemen waar onze regering op dit moment voor staat, is namelijk eeuwig uitstel en opschuiven van problemen die ze eerst zelf veroorzaakt hebben en vervolgens bleken ze niet competent genoeg om ze ook op te lossen. Dus ik zou zeggen, hou nou eens op met de dingen uit te stellen en doe iets. En dat vind ik in de apel. Eh. Je moet aanvaarden dat Nederland een immigratieland is. Als je dat niet. Ja, er zijn natuurlijk mensen die zeggen de grenzen moeten totaal gesloten worden. Hoe we dat gaan doen wordt nooit precies duidelijk gemaakt in een land wat meer dan enig ander land samen met België afhankelijk is van import- en exportbewegingen. Bovendien lid is van de Europese Unie. Maar goed, die mensen zullen zeggen ja, moet moeten ook zo snel mogelijk uit de Europese Unie. Want natuurlijk. De... Nog gekker is als je weet hoe groot het deel is van onze import-export, wat niet waar in feite afhankelijk is van de Europese Unie. Maar goed, ja, dat is wel een wonderlijke zaak. Dat nieuw rechts, laten we het even zo noemen: dat dat zo weinig economisch eh, verantwoord gedrag vertoont. Ja, we hebben het vaak genoeg, heb ik al gezegd, jongens. Er is, je kunt best iets maken van een, van een coherent rechtsstandpunt, maar je zult wel rekening moeten houden met de werkelijkheid. Doe je dat niet, dan blijf je dus steken in allerlei dromerijen over Nexit en eh, eh, volledig afgrendelen van Nederland en, en, en Forum voor Democratie, schooltjes, Ik bedoel, dat is allemaal in, in, natuurlijk als allemaal kleuterwerk, wat niets om het lijf heeft. En, wat waarschijnlijk wel geld kost, maar niks oplevert. Dus nee, maak nou eens een, probeer eens een serieus programma te maken waarbij wij A lid van de Europese Unie blijven en B accepteren dat we een immigratieland zijn. En probeer dan beleid te formuleren waarbij je dat zo verstandig mogelijk inricht. Dat kan. Misschien niet altijd welkom bij de linkse partijen, maar dat kan. Toch is dit altijd het punt waar kabinetten over vallen. Dit onderwerp. Nou, het is eigenlijk een flauwekul eerste klas. Omdat er is op dit moment geen sprake van een gigantische toestroom, even uitgezonden de Oekraïners. Maar voor de Oekraïners hebben we een totaal ander beleid geformuleerd, wat overigens heel wat beter blijkt te werken dan het andere beleid. Ja, maar je kunt zeggen bij bijvoorbeeld het probleem met, met de inflatie en zo, en ook met, met, de, met de koopkracht. De inflatie en... kunnen ze niks aan doen. Nee, maar daar kunnen ze wel, met, met rekensommetjes kunnen ze dat stutten door belastingvoordelen en dat soort dingen. Maar dit, hier moet je, dit gaat om hoe je er uh, tegenaan kijkt. De zeven was een behoorlijke opvang van capaciteit. Als ze dat geregeld hadden, die zaken die liepen daar, ze hadden nog een extra ding uh, geopend. Daar hadden we er niks over gehoord. Uh, het feit dat je de mensen er maar over horen, betekent ook dat ze, er, dat ze denken dat het heel erg is. En nou ja, je weet dat in al die dorpen, zodra je dus aankondigt dat er een vreemdeling komt, dan raken ze op tilt. Ik heb al geprotesteerd, geloof ik, het feit dat ze ook die kinderen bij Borden de straat opsturen. Ja, ik vind dat uh, ja. kleingeestig op een, op een heel onaangenaam niveau. Kun je vinden in de opstelling van Daan de Neef, snap je hem? Als ik wist wie Daan de Neef was, dan zou ik dat ook kunnen bevestigen of ontkennen. Dat is het VVD-Kamerlid dat is opgestapt in de Tweede Kamer. Nou ja, dat vind ik raadselachtig. Ik, ik avond ik natuurlijk wat hij zei. Ja. Daar was ik het volledig mee eens. Voor de mensen die dat gemist hebben... Daan moest... de Neef zal wel bemerkt hebben... dat een groot deel van de VVD de maatregelen van het kabinet... die wel getroffen waren, al veel te weinig vond. Het moest veel strenger. En nou ja, wat je altijd opvalt natuurlijk... als de achterban van de VVD spreekt... natuurlijk dat de achterban van de VVD veel eh, conservatiever is dan het kabinetsbeleid dat komt natuurlijk iedereen begrijpt dat we althans de meeste mensen schijnen überhaupt nooit over politiek na te denken maar goed eh, ja de, de vvd is als grootste partij gedwongen om in coalitie kabinetten iets te doen en en nu zijn ze boos omdat de vvd de achterban zegt van ja het is een het is D 66 kabinet eh, dat is niet zo maar goed dat dat gevoel hebben zij eh, en dat, nou ja, dan, is er dus, dan blijkt steeds hoe conservatief de achterban van de VVD is. Die zich niet schijnt te realiseren dat als je in Nederland wil regeren, lieve VVD'ers, we kunnen het zo regelen dat u niet hoeft mee te regeren. En dan kunt u net zo conservatief zijn als u wil, waar u woont, in Koeverde, weet ik veel wat, voor, voor provinciale plaatsen waar u zich precies ophoudt. Ik um, zal denk ik in Amsterdam toch weer even iets anders liggen, neem ik aan, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, maar als u wil regeren, ja dan zult u, zult u moeten le leven met een coalitiekabinet wat niet alleen maar doet wat u graag zou wensen. Als u daar nou eens over na zou denken, wat dan? Maar vind je dan in, met, met dit gezegd hebben de daan de neef verstandig of zeg van ik snap er niks van dat hij? Nou, werd. ik, ik snapte. wat ik niet snap is dat hij begreep ik uit het verhaal langdurig eh, adviseur van Rutte ja, geweest is. Een speechschrijver zelf. Dat hij zelf speeches schreef voor Rutte, dat zijn typische coalitie speeches neem ik aan. Ik vond natuurlijk dat hij verder groot gelijk had, maar het, het duidt ook wel op een zekere naïviteit toch. Ik bedoel, als je zo lang in het toch in de top van die partij heb meegedraaid, dan weet je toch een beetje wel waar Abraham de Mosterd haalt. Ja, Een hele, voelde... hele rare uitdrukking eigenlijk, hè. Maar waarom zou Abraham eigenlijk mosterd gaan halen? En kende Abraham het verschijnsel mosterd, of niet? Dit valt een beetje onder het kopje wat Koefmoeen betekent, hè? Ja, dat, ik heb dat in een brief heb ik dat gezien. Het betekende iets van, van ben, ben ik ben wel weer vergeten. Kost maar niets. Ik, kost niets. Dat was het. ja. Ja, ja. En dat was eigenlijk, was het niet Hebreeuws of zo? He? Ja, dat schreef iemand, ja. We hebben daar meerdere reacties op gekregen, ja. ja. We hebben daar massas reacties hebben we gehad, ja. ja. Misschien kunnen we zo een aantal van die reacties even langslopen. Ja, we hebben heel veel mail gehad, hè. Oh ja, het is indrukwekkend, zeg. Ja we kunnen eigenlijk misschien naast de podcast een mailbedrijf beginnen dat we zeggen dat we alleen maar vragen uit de mail beantwoorden. Ja. Je, kunt, je Kunt er in principe een halve week insteken ja. toch? Ja, ja, ja. Oké, okay, maar Koefnoen is dus in ieder geval kost niets. Want ja, waar die opmerking of dat spreekwoord waar Abraham de mosterd haalt vandaan komt. Ja, dat is toch komt... een hele rare uitdrukking. He? Ja, dat zal vast iemand weten. Bij mij weten gaat het in het oude Testament waar Abraham een prominente rol speelt. Nooit over mosterd. Dat kan me niet herinneren dat die iets met mosterd doet, dat je denkt, oh, nou begrijp ik waar het vandaan komt. Nee, mosterd. Zoeken wij op. Mosterd is sowieso een heel wonderlijke stof, omdat je weet dat je bestelt in een portie bitterballen. Heerlijk, mosterd. Meestal zes ballen. En dan krijg je mosterd bij, maar van die mosterd gebruik je zelden. Of je ziet maar heel zelden dat mensen alle mosterd gebruiken. Of dat ze van tevoren zeggen, doen maar twee bakjes mosterd. Sterker nog, ik ben in toenemende mate is mijn mosterdgebruik verminderd omdat ik vaak vind dat de smaak de dominant is van de mosterd. Maar als je een heel klein beetje doet, is het wel heerlijk, toch? Ja, een heel klein beetje, dat is goed te doen. Maar het is me opgevallen de laatste tijd, misschien ook door ouderdom of algehele hoofdslijtage, dat ik de laatste tijd altijd denk, nou, voor mij hoeft die mosterd niet zo. Dip jij hem liever in een mayonaise? Nee, ik dip hem nergens in. Het moet gewoon een lekkere bitterbal zijn. Oké. Okay. En heb je, ik heb meestal als de, die ronde bruine, die vind ik minder lekker dan die wat lichtbruinere, wat, wat, ja, die minder rond zijn, die bitter. wat die van dobbel. Uh, ja, als ik het zo, je hebt een beetje hand gevormd, zal ik maar zeggen. Precies. Maar je het gevoel hebt dat er nog een man met een hoge witte muts aan te pas gekomen ja. is. Zo, zo is het Nee, wat veel erger is, heb, we hebben er eerder over gesproken, dat zijn die borrelplanken. Ik bedoel, die. die dat je zo'n plank krijgt, maar er liggen kleine loempiaatjes op en balletjes en ik weet al. Weg met die spullen, gewoon alleen bitterballen. Um, hè? Dus dat bitterballen, en dat, laat u het woord garnituur maar weg. Ik hoef toch niet op een plankje, het kan me echt geen bal schelen. Alleen bitterballen. Eet je dat vaak? Als de kans bestaat en een familie weet dat ik graag bitterballen eet, dan zeggen ze, zullen we niet bitterballen bestellen? En dan rekenen we toch meestal toch wel twee ballen per, per gezinslid. Ja, dus meerdere schaaltjes. Ja, zeggen. zeker. Twee schaaltjes. Dan zit je al gauw twaalf ja, ballen. Ja. Maar als je dus ergens in het land een spreekbeurt komt doen. dan kunnen mensen je blij maken door van tevoren bitterballen neer te zetten. Nou, liever aan het eind een paar bitterballen. Het moet ook niet zo zijn dat, ik, dat je het zoveel zijn. Ik heb er wel eens die anekdote verteld. Ik geloof dat ik in Breda sprak. En op de loop van de loop van de lezing kwam ik ook op dit door mij zo favoriet geachte thema de bitterbal en dat ik dat zo lekker vond en dat dat gezuur met de garnituur dat is afgelopen moest zijn. En toen was ik uitgesproken toen verscheen er een man in de zaal met een schaal met 250 bitterballen allemaal heel kunstig opgestapeld. En die heb ik niet allemaal opgegeten, kan ik je verzekeren. Je hebt vaak als je in een gezelschap bent en je staat na, na te borrelen dat die plank nooit langs komt bij jou. Die altijd op andere. Nee, maar op. Daarom daar moet je werk van maken. Vooral omdat ik meestal de spreker ben, kan ik wel zeggen, ja, komt u even hier naartoe en dan neem ik er meteen drie. <laughs> Nog even over Daan de Neef. Hè? Uh, die is dus nu weg. Uh, denk je dat, dat, dat er meerdere gaan volgen? Want het lijkt er toch een beetje op dat het heilige woord van Rutte, dat dat toch wel voorbij is binnen die partij. Ja, ik las ook een heel stuk in de krant dat de Rutte's positie toch niet meer zo vanzelfsprekend is als die was. En dat er allerlei klachten waren van, van de bekende afdelingshoofden van de partij uit Den Lande. Ja, dat hij overstaying is welkom, sorry voor het Engels, maar dat is een hele mooie uitdrukking, dus die gebruik ik dan maar. Dat is allemaal heel aardig, maar er werd natuurlijk in de krant verder niets gezegd over, nou ja, of misschien wel iets gezegd. Kijk, zolang de partij van de VVD de grootste partij is, dat is die by far, laten we eerlijk zijn... En hij de leider van de VVD is, is hij ook de, de eerste minister. En, 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 ik heb al eens eerder gezegd, er is een heel voor de hand liggende, veel betere eerste minister, namelijk Remkes. Ja. De wonderdokter. De wonderdokter, die op elk probleem wordt Remkes afgestuurd. Ja, als je, dan, als je dan een overhangende tak hebt van de buren, dan bel je Remkes, die, ja, niet de rijdende rechter, maar nee, je belt Remkes. Ja. Misschien kan eens ook nog een carrière als rijdende rechter ontwikkelen op de tv, weet ik veel. Maar goed, maar ja, die, die is natuurlijk te oud en, enzovoort enzovoort. En, en Rutte zal het ook niet fijn vinden natuurlijk dat hij die, dat die verwijderd wordt. Of naar het e de tweede Echelon wordt weggepromoveerd. Nee, dus zolang die situatie zo is, en ja, of, of Rutte dat nou expres zo georganiseerd is, of dat het zo gelopen is. Er is geen opvolger of opvolgster, hè. Dus die, die fractie is een heel sympathieke jonge vrouw, maar iedereen begrijpt dat, dat zij niet in no time een, een lastig coalitiekabinet gaat leiden. Nee, Sophie Hermans is dat ja. jaar. Ja, en uh, ik zie, um, hoe heet ook alweer? Die, die, die kroonprins daarvoor, het Breda, met zijn baard. Nee joh, die is al lang weg. Ja. Komt ook niet meer terug. Ja. Zijn eigen bedrijf begonnen. Ja. Die heeft de buin natuurlijk wel zien hangen. Die is ook niet gek, sterker nog. Ik heb altijd gedacht dat hij te intelligent voor de VVD was. Hoe heet hij nou ook alweer? Met zijn baard en zijn... Uh, hij heeft ook aan het slimste meegedaan. Ja, hij gewonnen ook nog. Ja. Ja, dat, dat is weer zo'n typisch momentje ja. dat ik doe. Ik vind altijd fijn dat jij het niet meer weet. Klaas Dijkhoff. Ja. ja. Ja, dat is hem. Ik sprak laatst iemand, dat was de directeur van Gemmelot. En uh, die hadden dus inderdaad Dijkhoff en zijn bedrijf uh, uh, langs gehad voor strategie over communicatie en marketing en zo. Toen had hij dus ook verteld van dat ze, dus ook met die strategie met marketing en communicatie, de VVD de grootste hebben gemaakt de afgelopen jaren. Ze hadden heel plan achter waar Dijkhoff dus aan meegetimmerd heeft, schijnbaar. Ja, maar. kijk aan. Ja. Dijkhoff was volgens mij ook campagneleider in. 2000, wanneer is dat geweest? In 2012 al? Nee, dat denk ik niet. Maar liever wel in 2017. Ja, ja. Maar je weet dus niet of de VVD, want dat is natuurlijk toch, Rutte, die heeft natuurlijk lange ik tijd. Ik zie voorlopig Rutte niet verdwijnen. Nee, maar de applausmachine... Zelfs roept hij altijd dat hij er nog veel genoeg in heeft... en dat hij wel door wil, dat hij niet naar Europa ja. wil... en dan uh, gaan ze maar ja. door. Dat hij eigenlijk, als dit klaar is, maar het komt waarschijnlijk nooit klaar... dat hij dan niet verder in de politiek wil... en dat hij dat lesgeven zo lolle vindt op die school waar hij lesgeeft... dat ja. weet ik veel op vrijdag, geloof ik. En dus nee, ik, uh, ik zie er voorlopig uh, geen verandering in optreden. Nee. Kijk, als, als, als Rutte enig gevoel had gehad van... Ben ik hier nog wel op mijn plaats? Dan had hij dat vorig jaar moeten hebben. Omdat natuurlijk ook die, 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 die idiote verlenging van informatie, dat doet gewoon, dat is ook slecht voor de democratie. Dat is, dat is onverantwoordelijk. Eh, ik weet niet wie, de, wie dat de collectieve schuld hebben voor die verlenging van informatie, maar ik vond dat totaal onverantwoordelijk. Vooral omdat eigenlijk vanaf het eerste moment duidelijk was dat het zit in een kabinet weer terug zou keren al behalve in een iets ja. andere getalsmatige verhouding. Ja. Ik zie een soort van parallel tussen Sagrada Familia... en Barcelona en de carrière van Rutte. Het is nooit af. Ja. Die Sagrada Familia zou nu toch op korte termijn afkomen. En men, volgens niet? mij is het verhaal iedere keer dat het nooit af ah. is. En maar Michiel Vos vond het heel leuk, de slimste, zei hij me. Ja, volgens mij heeft hij maar één aflevering gespeeld. Oh, dat we hadden we niet over mij. Hij vond het heel leuk, het gesprek naar na aflopen. Er en... Twee. Ja. Ja. ja, hij is kennelijk ook vaak en betrekkelijk lang in Nederland... En ja, nu zei hij, hij komt alleen nog maar als hij dus echt een uh, lezing heeft of als ze hem vragen voor Moet iets. Ja, je helemaal hier naartoe vliegen dus. Ja, en volgens mij zit dat dan in zijn prijs. Dat, uh, maar hij zegt, nu is het vliegen wat duurder, dus stijgt de prijs van zo'n lezing ook weer. Dus, uh, maar het is een leuke, leuke man. Hè? Ja, hij wat, een aardige man. Ja. Ja. Ik had hem heel lang geleden al eens in, in Juwelijk ontmoet. Ja. Ja, ik ben vergeten te vragen, maar daar zal hij nooit antwoord op geven of Pelosi inderdaad naar Rome toe gaat. Voordat, uh, er is toch die post vrijgegeven. Nee, dat gaat hij niet vertellen. Dat nee. was ook trouwens een suggestie in. Want ja, de ambassades gaan het er nog steeds leeg te staan. Ja. Maar ik ben vorig jaar. Dus een keer... als zij nu gewipt wordt als voorzitter, aanstaande waar het wel naar uitziet, dan zou het wel interessant zijn als ze dus haar carrière afsluit. Schijnt een fantastisch mooie ambassade te zijn. Vaak zijn die ambassades die geloof dat ik hebben. Ik heb was gelogeerd in de uh, Nederlandse ambassade in Washington. de uh, residence de uh, residency of zoiets, zo heet dat. Ach, geweldig, joh. Ik mag het geloof ik niet vertellen. Maar ook in het kwartier waar uh, Beatrix was ondergebracht, prachtige schilderijencollectie. dienstrijks verspreide kunstvoorwerpen. Nou, ik dacht van uh, misschien moet ik wel ambassadeur worden in Amerika. Maar hmm. ja. nou, ik hoor voorlopig ook niks meer. Dus, uh, Gewoon alleen bitterbal. De geschiedenis van onze welvaart. En dan komt er een uitvinder. en die vindt iets uit waar nog niemand ooit aan gedacht heeft. En u zult zien. dat is bij geen enkele uitvinding. is dat eigenlijk het geval. Volgens Kenners een van de beste lezingen die Maarten ooit heeft gegeven. Er is zo'n hele mythologie. Dat eigenlijk al die uitvinders van de 18e eeuw, van de Engelse industriële revolutie, dat dat eigenlijk allemaal vrij primitieve knutselaars waren. De geschiedenis van onze welvaart. Nu te downloaden als luisterboek. Check de show notes.